Nou, voor het laatste nummer neem ik jullie graag mee naar 13 juni 1699. Oh, nice. Ja. We lopen door Dublin en we komen vanaf Trinity College richting Grafton Street. En er is iets aan de hand. Er is een grote groep mensen verzameld op straat. En we lopen er naartoe om te kijken wat er aan de hand is. De mensenmassa wijkt uiteen en we zien het zieloze lichaam van een jonge vrouw op straat liggen. En de mensen verstommen. En uit respect bewegen wij ons terug. We nemen afstand. Als we weglopen, breekt er één zonnestraal, de laatste zonnestraal van die dag, door het wolkendek. En er komt precies op het gezicht van de jonge vrouw. We aanschouwen het en we denken bij onszelf: mijn god, wat is dat mens spuuglelijk. Maar goed, als ik het heb over Dublin en over Grafton Street en een mooie jonge vrouw en ik voeg eraan toe een kar met manden, met kakkels en mussels. Molly Malone. In Dublin's fair city, where girls are so pretty, I first set me eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, but sure 'twas no wonder, for so were her father and mother before. As they each wheeled their barrel through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She died of a fever, and no one could save her, for that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrel through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Now come on. Yeah.